Albers, fijne mensen. Please, someone shoot me. Echt. Waarom is er niemand van die gasten allemaal, die zogenaamde gangsters, die me echt doodschieten? Maar zelf durf ik niet en het leven is te mooi voor. Maar waar ben ik voor een zieke, zieke, zieke wereld terechtgekomen? Echt. Maar goed, ter zake. Shit, ik heb er geen zin in. Goed, ik kreeg dus allerlei informatie weer van dat hele gebeuren, die wat ze het verzet noemen, wat helemaal geen verzet plegen. Het enige wat ze doen is deze onzin, ze willen bekend worden door deze shit. Wat ik probeer juist niet meer te doen, ik blijf gewoon juist uit de picture te blijven. Dat ik dit doe, is voor één reden, is voor de geschiedenis en voor mijn kleinkind. Daarom, ik heb nooit op een like en abos gevraagd, hoeft niet. Het is al erg genoeg dat ik op die kut televisie, dat wordt verteld anderhalf jaar geleden, door familie dat ik twee mensen vermoord zou hebben en één politieagent neergestoken zou hebben. Het is alle drie niet meer. Ik ben nog nooit vermoord veroordeeld. Nooit. Dus ik heb nooit een levensgeleid gedaan. Nooit, dat klopt niet. Ik kan niet meer iedereen mijn straf wel laten zien. Maar ja, ik stop er dus even mee, want ik heb er genoeg AIVD en de BSB van de DKDB hier op het dak en noem maar op, politie over de vloer. Maar ik pleeg geen strafbare feiten. Ik doe alleen mensen informeren en tips geven. Dat is wat ik doe. Ik heb alles meegemaakt. Maar dan was ik toen straks in de stad en er is introductieweek. De twee is mooiste week hier in Nijmegen, want de zomerfeestjeweek zijn de beste. Die zijn, als je die niet meer hebt gemaakt, ja, dan snap je niet wat je eigenlijk maar bezig. Maar goed, ik was er dus, ik had het geweldig. Ik wilde nog terug gaan, maar doe ik niet. Ik ga vandaag eens op tijd, maar bijna niet om 8 uur, 's morgens om 9 uur. Maar ik ga dus weer een andere weg in van mijn gevecht. Even maar die shit en zo. En videren hier weer een nieuw kanaal. Dat maakt me geen illusie en zo. Maar ik blijf bij mijn feit. Jullie gaan betalen voor dat vliegtuigje. Want videren, einde, finish. Ik blijf bij dat ik zeg. Ook al sla ik nog even een andere weg in. Want holletje fucks moet ik beter zeggen. Jezus, nee, hoe noem je je echt? Zero Fox of zoiets, hè? Jezus, man, ik heb een paar keer wat gezien van jou. Ik heb twee keer een reactie geplaatst. Eén keer een tijdje terug, ik heb je weggehaald van, ja, dat ik geen respect voor jou heb als je alleen maar zwakkere pakken in aan pedohunter noemt, weet je? Want als je de echte pedohunters niet durft aan te pakken, ja, wat ben je dan met wie? Je durft alleen maar zwakkere aan te pakken, weet je? Pak mij, ja, maar waarschijnlijk fysiek, je traint meer. Waarschijnlijk. Sna je me neer. Maar dat boeit niet. Als je me niet doodslaat en ik sta op, dan heb je een ander probleem. En ik lach niet. Maar, die echte pedofielen durf je niet. En ik had mijn broer gezegd dat ik niks meer voor hem zou doen. Ik ben pissig over, maar ondertussen ben ik toch dingen voor hem te doen en zo. En wel, Niels. Jouw bekende Niels ook wel, weet je. Je kent het verhaal. Wil je de echte pedo's pakken? Weet je waar je moet zijn? Dan heb je respect voor mij, want ik heb net ook gereageerd. Je had kritiek op Convex Carver. Maar die man, daar heb ik fucking meer respect voor. Dat heb ik geschreven bij jou, daar heb ik veel meer respect voor dan voor jou. Die man durfde een nummer te maken waar de tekst helemaal goed van is. De muziek helemaal goed voor is. En hij durft Rutte te noemen, van wat hij echt is. Daar heb ik heel veel respect voor. En die jongen is al 8 jaar aan zijn weg getimmerd. Die gaat er komen. Vandaag is er coming up van deel 2 gekomen. Ik vreug me erop. Maar jij echt. Maar even mijn boekje weer, mensen. Want ik heb het weer geraadpleegd, mijn boekje. En wat ik moest doen, want ik ga wel een andere weg in weer van mijn gevecht. Nou, die demo weer. Want dat, ik ga er wel vanaf de zondag weer naartoe denken. Maar dat heb ik beloofd. Ik ga wel mensen de feiten laten zien hoe dat is. En ja, ik ga wel even een andere weg in van het gevecht. Want, er is niemand in Nederland die zo het vechten is als ik. Fysiek, en daar ben ik ook nog hartpatiënt aan. Ik durfde te zeggen, want ja, ik weet het gewoon. Die noemen zich allemaal strijders bij die demo's. Het enige wat ze doen is één keer een rondje lopen. Waar je die anderen noemen zich het verzet. Dat zijn allemaal deze shit. Ik hoef die shit niet. Ik vind het leuk die abos nou, die 97% zo. Waarom meer? Maar goed. En zo leuk zijn ze mee. Maar daar heb ik dat niet voor bedoeld.
ik wil die media, al die shit niet, dit eigenlijk niet, maar ik doe het voor mijn kleinkind. Ik wil dat ze de waarheid krijgt te horen. Maar nog eens zeggen, Ofux, je hebt het altijd over Axel Sosa. In het begin had ik ook problemen over hem met die jongens die maken. Hij vertelde wel verstandige dingen en hij deed ook goede dingen, zo op zoek en zo. Maar jij bent hem alleen maar af het zeiken. Ik heb een paar reacties bij hem gezet als ik vond dat hij fout was en zo, weet je. Maar op een gegeven moment ga ik ook iets van neerkomen. Maar dat is een obsessie voor jou, jongen. Ik ga echt die echte pedofielen pakken. Dan heb je mijn respect, dan echt, dan noem ik je zelfs bro. Dan noem ik je mijn vriend, noem ik je dan. Dan noem ik je Mattie. En dan noem je het allemaal op. Goh, neuk je nog in je poepeltje als je vindt. Nee, dat gaat te ver, dat doe ik niet. Maar je snapt me toch, snap je? Een beeldspraak hoeven we niet. En waarschijnlijk zul je dat doen, zien, want ik heb een reactie geplaatst. Ik heb bij jou, dus je gaat waarschijnlijk kijken. Want zo'n narcist is bij je wel. Ik bedoel, ik heb wel eens ooit nog een blauwe man als psychologie gestudeerd. Maar mensen, waar ben ik in terecht gekomen? Ik ga toch weer die andere kant op. Want ik heb genoeg inlichtingendiensten over. Ik heb 100 meter verder zitten twee verdiepingen inlichtingendiensten. In de Tower 52, 16 en 17 verdiepingen. En ik hoef niet nog meer inlichtingendiensten. Wat zijn jullie allemaal ziek en sinds anderhalf jaar met die D-word. Maar ik heb mijn boekje dus geraadpleegd, helaas. En dat is waarheid. Er zijn anderen afhankelijk van jouw keuzes. En dat is de bullshit, dat is de realiteit. Dit fucking kutboekje. Dit is echt het antwoord op al je vragen. Dat is. Ik ga het ook nooit meer weg doen. Maar jullie zijn allemaal ziek. Daar hebben die psychopaten, die criminelen daar in Den Haag zitten. Dan is die zieke wat ze verzet noemen. Dan is die zieke wat ze allemaal strijders noemen. Jongens, jullie hebben het allemaal over verbinding. Verbind dan voor één keer in je fucking leven dat je verschil kan maken. Eén keer in je fucking leven kun je het verschil maken. 7 september, daar kun je het verschil maken. Misschien wel 3 dagen lang, totdat het opgelost is. Dan heb ik alle respect voor jullie. Maar wat jullie doen en waar jullie mee bezig zijn, hè? Ik zou het liefst naar de stad weer rennen, dat is sowieso introductieweken. Maar ook voor die verslaafden, want daar zitten we hier toch. En dan ga ik die zeggen, wat heb jij voor probleem? Kijk wat voor jou doen. Jij, wat heb jij voor probleem? Echt, wat zijn jullie allemaal? Jullie zijn zo in de kont geneukt allemaal, hè. Echt waar. Godverdomme, hè. En please, stuur me alleen nog positieve dingen. Want ik kijk de telefoontjes, het snaren, en ik ben allemaal bezig. Nou is het uit allemaal, behalve die staat dan op een mooi nummer. Maar mensen, denk eens na waar jullie mee bezig zijn. Denk alsjeblieft eens na. Jullie zijn allemaal ziek en hebben je. En ergens is nog, jullie hebben het allemaal over verbinding. En ik niet, denk ik, ben een donker iemand. Ik wil niet verbinden. Blijf lekker. Blijf waar je bent. Je hoeft voor mij niet te verbinden. Dat doe ik wel één dag. En in de rest van je leven van je kinderen, van jezelf. Denk daar maar zo. En dan moet je verbinden. En daarna. Kun je jezelf allemaal weer de kop inslaan, weet je? Boei me niet. Maar fuck jullie. En deze jongen. Oh fucks. Die heb ik respect voor deze jongen. Je kent hem. Ik ken hem. Denk aan de horeca, denk aan de evenementen, denk aan al die mensen. En ik ga niet voor respect daar voor deze jongen. Voor jou nog niet. Als je niet gaat helpen. Wat ik zoals ik heb gedaan. Heb ik respect voor je. Dan zijn we een hele hoop problemen aan, beseft dat goed. Beseft dat goed. En dan kunnen die mannelijke afgaan, want nou hier komen wij een narcist, maar die kunnen daar blijven waar ze vandaan komen. Want daar wordt de politiek gedaan, verdeel en heers, snap je? Fuck jullie allemaal, stel je gekke man. En laat mij met rust, ik vraag mijn eigen leven, mijn hele leven aan. En ik ben juist de enige volgens mij die in Nederland is te verbinden. Je hoort mij nooit van, we moeten verbinden mensen. Nee, doe lekker wat je wil. Maar ik ben wel bezig. Ik heb vandaag Antilliaanse vrienden te straks. Jullie moeten komen zijn. Antilliano, hè. Goed op voorbij. Kom op, jullie moeten. 7 september. Die ene jongen zei van, Ron, ik moet zo lachen om jou. Weet je.
Ja, en ze zijn met manipuleren. Oh ja, ze zijn met manipuleren. Waanzinnig, waanzinnig. Want, nou ja, ik zie natuurlijk dat ze abos bijkomen. En dan komen er geen bij. Ik zie het wel in de lijst, maar dan komen er geen bij. Sterker nog, was er eentje vanaf gegaan. Maar dat zal Jurgen waarschijnlijk geweest zijn. Jantje in de poepertje kwak. Maar goed, denk erover na. En ik heb niks tegen jullie allemaal, maar jullie zijn zo'n fucking mietje zijn. Kom op, wees een man. Toon ballen, man. Maak de NSB'er, zei hij. Mag je niet zeggen eigenlijk, want YouTube pikt er niet door.